Luisteraars van Wargaan, harte welkom op deze zaterdagmiddag 30 april. Het is 8:30 over de klok van 11 en je ziet het, de studio zit mooi vol. Dag Peter. Peter is er ook deze middag terug bij. Ja, goedemiddag allemaal. Heb je er zin in? Ja, zeker. Het programma voor deze week zit eigenlijk redelijk vol. Ik weet niet, heb je zelf wat muziek mee voor straks? Ik heb wat muziek meegenomen, inderdaad. Dan persen we dat eigenlijk tussen alles door. Want mensen die nu aan het kijken zijn naar onze video-webstream zien dat er ook nog iemand aan de andere kant van de microfoon zit. En dat is niemand minder dan Jan Buitens. Dag Jan. Goedemiddag. Jan, wij kregen deze week de persmap binnen via Injas Krombe. Met, je hebt een nieuw full cd binnen of opgemaakt en het komt op de markt. En dat is natuurlijk meteen tijd om eens een praatje te maken. Absoluut. Wie is Jan Buitens? Ik heb zowat gelezen. Je bent van Roeselare, maar daar ben je iets beginnen kronkelen richting Passendaal, waar je op dit moment zit. Maar er zit daar het een en het ander tussen. Er zit daar van alles tussen. Nee. Dus je bent begonnen met koor, dat heb ik begrepen? Ik ben eigenlijk begonnen van aan mijn 14 jaar. Als, verschiet niet, als kosterorganist. Hola. Ja, hola. Het stervend beroep, hè? Ja, absoluut. Als kosterorganist in de kapel van Wijk de Ruiter bij Roeselare. Ja, ja. Zo is eigenlijk mijn carrière eigenlijk gestart. Het was ook muziek, het was wel in de kerk, maar het was ook bezig zijn met muziek. Dat is zo enkele jaren verder blijven gaan. Ik ben ook 10 jaar koster geweest in Passendalen. En ondertussen ook blijven optreden, blijven zingen. Zoveel mogelijk op het podium staan. En sedert Pasen, nu laatst, is het een jaar dat ik als kosterorganiste volledig ben gestopt. Ja. Door het grote aantal optredens uiteraard. Optredens zeg je, dus je bent begonnen met eigen muziek. Dat was in het prille begin wat covers, dat heb je me daarnet laten weten. Ja. Naar waar ging je voorkeur om covers van te maken? Goh, Wiltura eigenlijk. Wiltura is eigenlijk nog altijd mijn grote voorbeeld. Als zanger, als mens, maar vooral algemeen als artiest op het podium. De manier waarop hij opkomt. De manier waarop hij bezig is met zijn muzikanten, met zijn fans, dat maakt voor mij toch wel een groot verschil. Wat waren de nummers die je vooral coverde van Wiltura? Goh, ik moet eerlijk bekennen dat ik voornamelijk hou van de nummers van Wiltura uit het iets wat andere repertoire. Mm-hmm. Ik mis je zo, het kan niet zijn, eerder van die jaren. Ja. Winterroosje ook, dat was eigenlijk het prille begin van Wiltura. Ja, toch wel. Ja, uiteraard. Dat allemaal eigenlijk. Ja, absoluut. Je hield het vooral rustig en je hebt inderdaad een klassiek timbre in de meeste van je nummers. Ja. Maar er is onlangs iets gebeurd, vorig jaar toch, waarbij je plots met een grote Vlaamse ster aan de slag komt. Vertel eens. Het is eigenlijk allemaal heel toevallig gekomen hoor. Dat gaat over het algemeen zo, hè. Die toevalligheden. Januari dit jaar nu had ik het geluk om met niemand minder dan Wendy van Wanten samen in de show in La Palma bij onze gids te mogen optreden. Ja. En wij deden daar elk ons deeltje. En tijdens mijn tweede deel, want dat waren 5 dagen, tijdens het tweede deel van mijn eerste show, zong ik het oude Napolitaanse lied La Spagnola. Mm-hmm. Heel bekend lied. En Wendy, die toen op dat moment in de coulissen aanwezig was, hoorde dat. Wendy heeft in het verleden ook al wel wat klassiek Absoluut. Gebracht. En dat wist ik eigenlijk niet. Nee. En zij zei, verdorie, dat klinkt wel heel mooi. Zouden we dan niet voor de overige 4 dagen van de showmaand iets samen zingen? Zing jij maar uw deel, zegt ze, maar we gaan dat misschien nog een keer brengen. Ik zal de tekst van buiten leren, tegen morgen dus. Ze heeft dat ook gedaan en we hebben dat op het einde van de show, op het einde van elke show, dan in duet samengebracht. En, Het is tweestemmig en ik denk dat het meteen tijd is om er even naar te luisteren. Jan Buitens en Wendy van Wanten. Tutti nidi con stella, stella di vivo splendore.
klassiek werk hier bij de 105.7 Wasabi FM van Jan Wuitens en Wendy van Wanten. La Spagnola, dat hoorde je. Het is mooi. Het is tweestemmig, afwisselend. Het maakt het inderdaad wat minder intonig dat het afgewisseld wordt. Moet toch wel leuk geweest zijn, een opsteker. Het is heel leuk en het is ook een eigen bewerking van het nummer. Dus we hebben niet de originele versie genomen, we hebben het zelf bewerkt en kan u dan ook naar uw hand zetten. Als we het over zelf bewerken hebben, de nieuwe full CD, die is volledig van jouw hand. Ja, inderdaad. Hoe komt dat tot stand? Want je had vorig jaar al een hit, jij, en die komt ook in dat nummer voor. Was jij eigenlijk een soort aanzet van, ik krijg daar positieve feedback van, ik wil in die richting een CD maken, of is het anders gekomen? Ik moet zeggen, jij was natuurlijk het meest succesvolle nummer voor mij, maar als je de CD straks zal bekijken, dan zie je op nummer 1 staan Warme Liefde. Mm-hmm. En die Warme Liefde, dat is eigenlijk een nummertje. Dat was eigenlijk mijn eerste nummer dat ik heb geschreven ooit. Enkele jaren terug. En ik heb het eigenlijk, het is misschien raar, maar ik heb het eigenlijk in de vuilbak gegooid. Hoi. Ik vond het zelf niet goed genoeg. En er waren nogthans mensen die zeiden, verdorie, je moet dat verder zingen. Dat was een mooi nummer. En dan bij het tot stand brengen van die full CD hebben we het dan wel volledig opnieuw opgenomen. Mm-hmm. Jij was natuurlijk het meest succesvolle voor mij. Mm-hmm. En het is een nummer dat aanslaat. Ik weet niet waarom het zo goed aanslaat. Het klinkt ook wel iets wat bombastisch misschien. Mm-hmm. Toch nog dat klassiek tintje erbij. Mm-hmm. En toch Nederlandstalig. Ja, dat was dus een beetje een evenwicht zoeken. Hè. En dan ga je voor een full CD. Ja. Had je al een aantal nummers liggen? Had je al ideeën? Ik had sowieso al 5 nummers geschreven, waaronder dus Warme Liefde, jij. Dan had ik nog 3 extra nummers geschreven. Natuurlijk, full CD is een full CD, dus wat meer werk nodig. Mm-hmm. En zijn dat ook gaan doen en dit is het resultaat. 10 eigen nummers, eigen tekst en eigen muziek. Zitten er nummers in die zegt van, daar blijft toch autobiografisch iets aan kleven van Jan Wuitens? Ja, toch wel. Zitten er levenslessen in? Zitten er ervaringen in? Absoluut. En ik probeer er altijd voor te zorgen dat die nummers, dat hij dat zoveel mogelijk kan reflecteren op iemand anders leven eigenlijk. Mm-hmm. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het nummer Dagboek van mijn jeugd. Mm-hmm. Daar staat, als je daar naar luistert, dan zou ik misschien zeggen, dat kan ik ook voor mezelf wel uitmaken. Ja. Ik denk dat iedereen wel ergens een dagboek heeft van zijn jeugd. Er staan geen pikante details in, maar je kunt er wel iets uit opmaken. Ja. Oké. Je hebt een nieuwe full CD. Je hoopt daar waarschijnlijk wat optredens in de streek en in Vlaanderen mee te hebben. Maar als je nu even denkt, Jan Wuitens, je doet je ogen dicht en je mag hier luid op dromen waar je binnen 5 jaar zou willen staan. Waar zou dat zijn? Waar zou dat zijn? Natuurlijk, een artiest die droomt maar van één ding. Dat is zoveel mogelijk op de planken staan. En ik moet zeggen, ik laat het nu gewoon allemaal op mij afkomen. Mm-hmm. En eigenlijk zien we wel wat er gebeurt. Je voelt ook wel dat die bekendheid zo meer en meer stilletjes aan groeit en ik heb het eigenlijk liever zo dat het op het gemak vooruit gaat. Want we hebben natuurlijk ook al artiesten gekend die in één trek aan de top staan, maar ook in één duw terug naar beneden vallen. En dat zou ik toch niet graag meemaken. Ik ben al heel wat jaren bezig. Mm-hmm. Ik heb het gezegd, eigenlijk onofficieel vanaf mijn 14 jaar. Ik word nu in mei 35. Ja, er zijn heel veel mensen die zeggen, ik kon al veel verder gestaan hebben en met uw stem en met uw capaciteit moeten, ik denk. Als je hoog vliegt, dan kun je ook laag vallen. Zo gaat het dus beter eigenlijk gestaag gaan groeien waar je wat ondersteuning hebt. Waar momenteel doen we ook nog alles in eigen beheer, dus ik probeer dat zo lang mogelijk zo te houden. Ik denk dat de showbiz niet meer is wat ze geweest is en moet geen miserie zoeken. Oké. Okay. Je hebt uit het nieuwe cd De Boom van Goed en Kwaad gekozen. Waarvoor die keuze? Wel omdat het van die 10 nummers wellicht het minst voor de hand liggende nummer is. Het is de tekst is misschien iets wat gedurfd. Mm-hmm. De Boom van Goed en Kwaad. Ik ga hier de Bijbel niet beginnen citeren. Mm-hmm. Maar als je een beetje terugdenkt, waarover gaat dat? Toch weer al geleerd aan het kosterschap van de tijd. Ja, toch wel een beetje, ja. Dat zal er altijd wel een beetje in blijven zitten, denk ik. Maar als je denkt aan de boom van goed en kwaad, dan denk je aan liefde, lust, noem maar op. Aan de dingen die niet mogen, maar toch doen. Daar gaat het lied over. Oké, we gaan er straks naar luisteren. Jan, ik bedank u voor het afkomen hier naar onze studio. Heel veel plezier. Je weet, je bent hier eenmaal binnen, maar je raakt hier moeilijk buiten. Als er iets is in de toekomst waar jij als Jan Wuitens fier mee bent en je wilt ermee uitpakken, wij willen steeds jouw ambassadeur zijn en blijven. Dank je wel. Dus je weet onze wonen nu. Dank u.
Voor de luisteraars, uiteraard Jan Wuyters. Je kan het allemaal vinden op zijn website. Hij heeft de website. Misschien even nog het webadres doorgeven, Jan. Dat is www.janwuytensmusic.be. Er staat er heel veel op. Ik ben er deze week op gaan surfen. En daar vind je ook alles over die cover-cd's van destijds en dergelijke meer. Ook nieuwe zaken die komen er zeker op. We gaan dus luisteren naar De Boom van Goed en Kwaad. Dank u, Jan, en tot de volgende keer. Jullie zijn bedankt. Dank u. Ik sluimer met gedachten, mijn ego wordt gestreeld. Het is net wat ik verwachtte, ik heb mij tot nog toe niet verveeld. Want elke dag verwacht je dat geluk je wel komt halen. Maar je hebt alles in de hand om de liefde waar te maken. Ik heb mij verbrand aan jouw liefdesvuur vannacht. Ik heb onverwacht al mijn dromen weggegeven. Ik had niet verwacht dat één nacht de pijn zo snel bezaakt. Is het verhaal van de boom van goed en kwaad. Er is een tijd van komen, er is ook een tijd van gaan. Zo staat het in de boeken van de schrijvers van vandaag. Toch lees ik in je ogen een totaal ander verhaal. Met woorden en verlangens, dus we zijn nog lang niet klaar. Ik heb mij verbrand aan jouw liefdesvuur vannacht. Ik heb onverwacht al mijn dromen weggegeven. Ik had niet verwacht dat één nacht de pijn zo snel verzakt. Het is het verhaal van de boom van goed en kwaad. De boom van goed en kwaad, uit het boek van het verleden. De kerk met zijn geboden en geloof dat is verdwenen. Dus bijt maar in die appel, uit de boom van goed en kwaad. Want die appel smaakt naar liefde en dat doet ons toch geen kwaad. Ik heb mij verbrand aan jouw liefdesvuur vannacht. Ik heb onverwacht al mijn dromen weggegeven. Ik had niet verwacht dat één nacht de pijn zo snel verzaakt. Is het verhaal van de boom van goed en kwaad. Met Danny van Dijk. Peter de Winter, nog nooit hoorde je zoveel hits.